Goedemiddag allemaal, dag kinderen, dag juffen en meesters. Hier is meester Jochem weer en we hebben vandaag weer een nieuwe aflevering van Jonge Helden. En een nieuwe aflevering en het is hier best wel heel spannend. Want met wie gaan we nu kletsen en naar wie gaan we kijken of misschien vooral luisteren? We hebben Lieke Knol weer. En Lieke zit ergens op de boot midden op de oceaan. En zoals je misschien wel kan voorstellen, midden op de oceaan is het veel moeilijker om internet te krijgen. En dat hebben we ook allemaal geprobeerd, maar ze zit zo ver midden op zee dat we gewoon geen goede, stabiele, zoals we dat zo mooi kunnen zeggen, internetverbinding hebben. Dus we hebben op dit moment telefonisch contact met Lieke. En om even een idee te geven waar ze nou zit, laat ik dat even op het scherm zien. Ze zijn helemaal vertrokken vanaf de Azoren, moet ik goed wijzen. En zijn toen wat meer naar het noorden gegaan. En zijn nu richting Portugal aan het varen. En zitten eigenlijk daar zelfs ietsje boven. En ik ga toch maar eens gewoon eens even vragen. Lieke, ben je daar? Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen is het voor jou, hè? Hoe laat is het bij jou? Het is bij mij 11:30. Het is bij half twaalf. Oké, okay, dat valt mee. Jullie lopen dus een paar uurtjes achter op ons. Ja, 2 uurtjes als het goed is. Ja. 2 uurtjes. En ben je dan nu net wakker geworden? Ja, ik ben net wakker. Want ik moest vannacht de zeilen in de gaten houden van 4 uur tot 8 uur. Ja. Dus ik heb even van 9:30 tot 11:00 lekker geslapen. En dan ben ik nu net een 30 minuten wakker. Oké. Hey, en vertel eens, want we hebben jou natuurlijk een aantal weken geleden gesproken. Toen stond je op het punt om te vertrekken. Nu ben je een aantal weken onderweg op dat enorm grote zeilschip. Hoe gaat het daar? Nou, het gaat hartstikke goed hier. Het is echt superleuk aan boord. Iedereen is supergezellig. Alle mensen zijn heel erg aardig. Ja. Op dit moment hebben we een beetje een hele harde wind. Dus we gaan heel erg schuin. Dus dat is ook heel, heel gaaf. Ja, want jullie hebben het is een hele grote zeilboot, hè? Ja, heel groot. Hij is wel 60 meter lang. 60? Ja. Dat is inderdaad echt supergroot. Supergroot. Ja. Zal ik meteen een paar vragen van de kinderen die aan het kijken zijn aan jou stellen? Dat lijkt me heel leuk. Ja, dat is wel. En de eerste vraag die ik binnen zag komen, die is misschien een hele leuke vraag. Dat is van groep 5 van SBO De Evenaar uit Nieuwegein. Die vraagt, is het koud op zee? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat verschilt eigenlijk een beetje. Ja. Op dit moment is het best wel heel erg koud. Het waait ook heel erg hard, zoals ik al zei. Maar wat verder terug, dus bij de Azoren, maar vooral in het Caribisch gebied was het eigenlijk super warm. Ja. En dan lagen we ook met z'n allen op het dek de zon. Daar heb je misschien ook wel een foto van. Zal ik eens even kijken, hoe warm is het daar als je het daarover hebt? Ja, op dit moment is het denk ik zo'n 16 graden. Ja. Maar wat verder terug, dan spreken we over een paar weken terug in het Caribisch gebied. Toen was het soms echt wel 30 graden. Dus dat was heerlijk warm. Ja, ik heb hier nu een foto dat in ieder geval van de Azoren. Een heel mooi eiland waar jullie zijn geweest met een grote haven. Blauw water. Daar zijn jullie ook geweest en daar was het dus inderdaad super warm. En het is nu een graad of 16 met heel veel wind. Oké, dat is op zich ook wel logisch natuurlijk dat een klein beetje verschilt. Dezelfde groep 5 van SBO De Evenaar wil ook weten van hoe ga je naar de wc? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Er is gewoon een wc aan boord. Ja. Dus we kunnen gewoon naar de wc. En dan spoelen we door met zout water. Ja. En dat komt dan allemaal terecht in een grote ton eigenlijk. En die ton dat gaat dan eens in de zoveel tijd wordt dat dan geleegd. En dat gaat dan overboord. Ja, laat even het beeld zien, want jullie hebben een enorm grote kajuit. Daar heb je allemaal slaaphutjes, maar eigenlijk is het is dus niet geen klein zeilbootje. Het is een enorm groot schip, waar je waarschijnlijk ook, want dat willen ze ook weten, de Piet Mondriaan, een school uit Apkoude wil dat weten, kan je ook douchen op de boot, maar kan dat ook? Ja, ik kan zeker douchen, ja. Oké, heel goed. Niet heel veel, maar je kan ongeveer 5 minuten per week lekker warm douchen, ja. 5 minuten per week? Dat is dus niet per dag, maar vijf minuten per week. En waarom maar zo weinig? Er is een beperkt aantal zoet water aan boord. Ja. En we zijn met 43, dus dat moeten we een beetje verdelen. Ja.
Dus 5 minuten per week, ja. Oké, ja, okay, ja, als je met 43 mensen bent, dan moet je dus heel zuinig zijn met het water in dat opzicht, inderdaad. Dat is wel, dat is dat ja, opzicht inderdaad. Wel lekker. Ja. Dat is een andere vraag, en dat is, vind ik ook wel leuk. Van hoe hoog zijn de hoogste golven waar jullie doorheen zijn gevaren? Of misschien zit je er nu wel middenin? Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk, de hoogste waren denk ik 3 meter ongeveer. Ja. Dus nog niet heel hoog. Ja. Maar ik verwacht dat er de komende dagen wel wat hogere golven gaan komen, ja. En waarom denk je dat? Nou, volgens de kapitein gaat het steeds harder waaien de komende dagen. Ja. En als het harder gaat waaien, dan krijg je natuurlijk ook hogere golven. Ja. Want die ontstaan door wind. Ja. Ja. Oké, okay. En dat, ja, goed. Dus dat is best wel een beetje spannend. Ja, want maar ook hartstikke leuk. De Ursula School, groep 7, die vraagt dan ook: ben je al eens zeeziek geweest op de boot? Dat kan ik me ook wel voorstellen. Nou, die boot heel zelf erg heen en weer gaat. Ja, ja, nee, ik zelf niet, gelukkig. Ja. Een beetje misselijk af en toe. Maar ik heb niet over de reling gehangen. Ja. Maar veel van mijn mede-trainees, mede-leerlingen, die zijn echt wel goed zeeziek geweest. Ja. Okay. En wat doen jullie daar dan tegen? Nou, we hebben een pakje met crackers. Dat zijn droge crackers, kan je gewoon in de supermarkt kopen. Dus die eten we dan. Want het is fijn als je iets op je maag hebt. Want anders blijf je maar overgeven. En op een gegeven moment, als er niks meer in zit, blijf je nog steeds gaan. Ja. En dat is niet zo fijn. Want jij zegt, die crackers haal je al in de supermarkt. Maar groep 4 van de Julianenschool, die wil ook weten, gaan jullie ook wel eens aan wal? Want waar koop je dat dan? Ja, hè? Nou, ja, dat is een goede vraag. In de Azoren, dus waar we vandaan komen, daar zijn supermarkten open. Want daar is geen corona meer. Ja. Dat is helemaal weg. Dus daar kan je het halen. En in het Caribische gebied, waar we ook zijn geweest, heb je ook supermarkten en daar kan je het bestellen. Ja. Dus heel veel van tevoren inslaan en dan hopen dat je genoeg mee hebt. Ja. Voor de oversteek. Ja, nou ja, dat was ook de vraag van de Evenaar uit Nieuwegein groep 5. Heb je genoeg eten en drinken bij je? En wat voor eten en drinken hebben jullie dan daadwerkelijk bij je? Daar ben ik ook wel nieuwsgierig naar. Wat eten jullie daar? Ja, de koks aan boord hebben heel veel lang houdbare dingen. Ja. Dus pasta en rijst en al dat soort dingen. En ook af en toe wat groenten. Maar bijvoorbeeld. Laatst, voordat we op de Azoren kwamen, was al ons vers was helemaal op. Ja. Dus de koks moesten alleen maar koken met houdbare dingen uit blik en pasta bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is dan. Maar je kan er ook nog wel een beetje gezond eten. Ja, ja, alleen zelf hebben we wel allemaal heel veel snoepjes en koekjes. Dus die gaan er ook heel makkelijk doorheen met z'n 28. En als ze op zijn, moet je snel even nieuwe halen natuurlijk. Dat is, ja, op de Azoren zijn heel veel koekjes ingeslagen. Ja. Ja. heel goed. Nou, er komen nog weer een paar vragen binnen. Dat vind ik sowieso wel een leuke vraag. Hartstikke leuk. Ja, of je je wel eens verveelt. Dat is van de SCCSSHL 3.0. Nou ja, maakt niet uit. Verveel je je wel eens op de boot? Ja, af en toe wel. Maar er zijn altijd 27 anderen die zich op dat moment dan misschien ook vervelen. En die misschien in zijn voor een spelletje. Of anders zet je lekker een muziekje op en ga je naar de golven kijken, naar de horizon. Of je kan, er zijn altijd werkzaamheden aan boord die gedaan moeten worden. Dus iets verven of iets invetten met schapenvet. Of in de mast klimmen, dat kan je dan ook altijd doen. Ja. Dus er is altijd genoeg te doen eigenlijk. Ja. Ja. En wat is wel leuk, het is misschien wel toevallig dat de dolfijn uit Haarlem die vraagt, heb je al dieren gezien? Ja, ik heb heel veel dolfijnen gezien. Want wat grappig is met dolfijnen is, als je ze één keer ziet, zie je ze de volgende 3 dagen ook. Ja, ik heb er een foto van. Met de boot mee. Ik heb een foto gekregen van jou inderdaad. En daar zie je een foto van, ik zie 2 dolfijntjes springen langs de boot inderdaad. Dat is prachtig. En die dolfijnen gaan dan met de boot mee? Ja, die zwemmen echt 3 of 4 dagen met je mee. Ja. Dat is heel bijzonder om te zien, ja. Leuk. En walvissen hebben we ook gezien. Ja. Alleen heel ver weg aan de horizon. Ja. Dus af en toe zag je zo'n spuit van een walvis omhoog gaan. Leuk, leuk.
Ja, ja dat goed. Was ook heel bijzonder, ja. Want groep 4 van de Julianenschool, die vraagt van hoe lang zijn jullie nu al aan het varen? Volgende week vrijdag komen we als het goed is aan. Ja. In de haven van Harlingen. Ja. En Harlingen ligt in Friesland. Ja, en, maar hoe lang zijn jullie al nu onderweg dan? Uit mijn hoofd 5 weken ongeveer. Ja, dus, en je moet er dus nog ongeveer 10 dagen zo'n beetje. En dan ben je, dus dan ben je ruim 6,5 week ben je op de boot geweest. Ja, inderdaad. Ja. Ja. De Ursula School, groep 7, wil weten ook of jullie een dokter aan boord hebben. Dus misschien best wel even een verstandige vraag, ja. Ja, we hebben zeker een dokter aan boord. Haar naam is Pieter Nel. Ja. En die is hartstikke aardig. Ja, goed zo. En ik kwam net ook de vraag tegen van wat is je grootste blunder die je bent begaan in de afgelopen weken? Oh, dat is een hele leuke vraag. Ik denk, we zaten samen met een van de matrozen in de mast. Ja. Want we moesten de mast invetten, want dat is belangrijk. Anders gaat het allemaal kapot. Ja. En ik had zo'n lik schapenvet op mijn vingers, eigenlijk in mijn hand. Ja. Maar in de mast waait het dus best wel. Dus dat klontje met vet, dat waaide zo helemaal naar beneden. Ja. En daar beneden zat de scheepskok. Ja. En die kreeg het echt bijna op haar hoofd. Oké, dus jullie willen bijna eten met schapenvet wat dat betreft. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat was wel een grote blunder. Maar ik ben ook best wel vaak gevallen. Want als de boot schuin gaat, is het best wel glad. Ja. Dus door dat schapenvet, dan ga je best wel makkelijk onderuit. Zit er dan overal schapenvet? Wat zei je? Zit er dan nu overal schapenvet, dat het daarom zo glad is? Ja, dat zou kunnen, maar volgens mij heb ik alles goed schoongemaakt. Oh, heel goed. Dus ik denk dat het helemaal goed is. Ja. En dus, ik vind het ook wel een leuke vraag. Dat is natuurlijk ook best wel een hele logische van de Antoniusschool, groep 8. Die vraagt van hoe combineer je school nu met zeilen? Ja, dat is een goede vraag. Vooraf aan de reis heb ik heel veel naar mijn docenten, naar mijn meesters en juffen gemaild. Heel veel gevraagd. En zo heb ik schoolwerk meegekregen. Ja. En dan elke dag van dinsdag tot met zondag hebben we 4 uur zelfstudie. Ja. Dus dan moeten we in de ochtend zelf al ons schoolwerk maken. En aan boord zijn dan ook docenten mee, of meesters en juffen. Ja. En die kunnen je dan helpen met als je vragen hebt of als je ergens moeite mee hebt. Dan, ja, ik laat de kinderen nu ook even een beeld zien van eigenlijk, je ziet nu helemaal niemand in beeld. Maar in ieder geval, jullie hebben ook gewoon een soort van studiehoek waar jullie met z'n allen kunnen studeren. Weet ik. Ja, ja, inderdaad. Dat is, en in groep 4 van de Julianenschool, die wil weten hoe oud de boot is waarmee jullie onderweg zijn. Weet je dat? Nou, de romp van de boot, dus eigenlijk de basis, ja. Die komt volgens mij uit 1960, als ik het goed heb. Maar ongeveer 5 jaar geleden, denk ik, 2015... is de hele boot helemaal omgebouwd tot de Wilde Zwan. Dus tot een prachtig zeilschip. Ja, oké. Okay. Dus ik denk, deze zeilboot is 5 jaar oud. Ja. Maar de boot zelf al wel 50, ja. Oké, okay, dus echt wel een oude boot wat dat betreft. Maar waar merk je aan dat het een oude boot is? Nou, de masten van de boot, die zijn helemaal verschrompeld eigenlijk. Dus die staan niet meer heel vast. Ja. En overal is natuurlijk een beetje roest. En alles kraakt natuurlijk. Ja. En de Ursula School groep 7, die vraagt eigenlijk van ja, wat vind je het leukste aan het varen? Ik denk gewoon de wind in je haar, in je gezicht. En het voelt heel vrij om zeg maar op dek te staan en je bent dat zeilen en je ziet alleen maar water om je heen. Ja. Dus dan besef je dat de wereld wat groter is dan alleen maar jouw huis en je klaslokaal eigenlijk. Ja. En mogen jullie ook willen zwemmen? Wordt ook gevraagd door de Ursula groep. De Ursula school groep 7. Ja, dat is ook een leuk verhaal. Vertel. Want, toen we op het midden van de oceaan lagen met de boot, was er een keertje niet zo heel veel wind. Dus eigenlijk was het wind stil, dus de boot lag ook stil. Ja. En toen werd de zwemladder uitgegooid.
En mochten we gaan zwemmen in het midden van de oceaan. Dus dan hadden we zo'n 5 kilometer water onder ons. En alleen maar water kilometer. Om ons heen. Wauw. Ja, ja, en dan mochten we daar gaan zwemmen. Ja. Dat was heel bijzonder, ja. Wat maakt het zo bijzonder dat je dan... Want hoe omschrijf je het als je dan in het water springt? Wat ervaar je dan? Dat lijkt me zo gek als er overal water is. Ja, je voelt je heel klein. Ja. Omdat er natuurlijk zoveel water om je heen is. Ja. Dat alles... Ja, je voelt je heel klein, maar aan de andere kant is het ook wel heel... Ja, bijzonder zoals ik al zei, want je zit met z'n allen op zo'n bootje en je vaart de hele oceaan over. En op een gegeven moment dan wen je er ook aan en is het heel raar om land weer te zien. Ja. Bijvoorbeeld toen we aankwamen op de Azoren was de kleur groen. Heel raar, want alles is natuurlijk blauw om je heen. Ja. Dus als je dan weer groen ziet of bijvoorbeeld rood, dan dat is heel raar voor je hoofd, ja. 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 Ik krijg een leuke vraag van de Nicolaas Maas. Hebben jullie al haaien gezien? Wat hebben we al gezien? Sorry. Hebben jullie toevallig ook al haaien gezien? Haaien? Nee, we hebben nog geen haaien gezien. Okay. Maar ik denk dat die meestal wat dieper zwemmen. Okay. Niet aan de oppervlakte. Bij de kust. Ja, ja. Ja, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Hey, en wat is jouw favoriete plek aan boord? Mijn favoriete plek aan boord is denk ik op het middendek heb je een plekje en daar kan je tegen de mast aan zitten. Ja. Met je rug. En dat is een beetje uit de wind. Dus dat vind ik heel fijn om daar een boekje te lezen of muziekje te luisteren. Ja. Oh, leuk. Ik krijg er toch al een beetje zin in om daar ook wel te gaan zitten hoor. En er wordt ook de vraag gesteld van ook Nicolaas Maas. Ben je wel eens overboord gevallen door zwaar weer? Nee, nog niet. Daar verbaas ik mezelf ook over eigenlijk. Maar over de reling hangen allemaal veiligheidsnetten. Ja. Dus op het moment dat je dreigt overboord te vallen, dan kan je zo'n net grijpen en dan val je niet overboord. Maar heel fijn. Wat zou er gebeuren als je in het water valt? Ja, dan moet de crew heel veel gaan doen. Want dan is er een... MOB boot heet dat, dus man overboord boot. En die moet je dan gaan redden. En ja, dus dat is. We hopen dat het niet gaat gebeuren, want dat is best wel stressvol, denk ik. En ook heel koud, want het water is natuurlijk heel koud. En dat is best wel gevaarlijk dan. Ja, zeker. Ja. De Ursula School, groep 7, die wil ook nog weten. Die vroegen dat net eigenlijk al van: is er al een scheepsovername geweest? Ja, daar zijn we. Op dit moment mee bezig. Dus gisteren was de eerste dag van de scheepsovername. En die gaat door totdat we aankomen in Harlingen. Dus tot volgende week vrijdag. En jullie hebben niet bedacht van we draaien eens even lekker om. We gaan weer de andere kant op. Nou, daar had ik het wel over gehad. Maar dat mocht helaas niet. Oh, dat mocht toch niet? Nee, je moet wel weer terug naar Nederland natuurlijk. Ja, nou, wat ik ook nog... helaas. Ja. Nou, ik vind nog een paar leuke vragen. Laten we nog 3 vragen doen, Lieke. Waarom heet de boot de Wilde Zwaan? De Wilde Zwaan, waarom heet die zo? Weet je dat? Dat zou ik eigenlijk niet weten. Dat is een hele goede vraag. Ik zal het een keer navragen. Ja, dat is best wel een leuke vraag. Ja, dan onthouden we die en dan gaan we daar op een later moment nog op terugkomen. Dat lijkt me helemaal een hele goeie. Lijkt me een heel leuk idee. Ja, de dolfijn uit Haarlem die wil nog weten van, is er ook iets kapot gegaan op de boot? Of van de boot? Ja, er gaat constant iets kapot eigenlijk. Want soms is de motor, die doet het niet meer goed. Of knapt er een lijn, want er zit natuurlijk best wel veel spanning op de lijnen. Ja. Omdat er heel veel wind in het zeil blaast. En al die lijnen moeten dat houden. Ja. En soms denkt een lijn, nee, dat gaan we niet doen. Dit is te zwaar voor mij. Ja. En dan knapt die. En dan moet die gerepareerd worden. Of soms gaat een laag verf af van een onderdeel van de boot. En dat moet dan weer opnieuw geverfd worden. Of, Dus je bent eigenlijk altijd... Dat is een constant proces. Altijd bezig om de boot goed te houden in dat opzicht. De dolfijn uit Haarlem die wil ook weten, hoe kom je op die boot? Hoe kom je op de Wilde Zwaan terecht? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou in eerste instantie
moet je in de vierde of de vijfde zitten van de HAVO of VWO. Ja. En daarna moet je heel veel geld bij elkaar verzamelen en dan schrijf je in. En dan kom je aan boord. Dus je moet je gewoon inschrijven in dat opzicht en dat kost gewoon ja, geld via... Ja, het kost best wel wat geld, maar als je het heel graag wil, dan moet je er gewoon voor gaan, want het is echt helemaal waard. Dat is helemaal leuk. Hey, wat ik een hele leuke vraag, want die komt net binnen, van groep 4 van de Juliana School, hoe vaak komen jullie andere boten tegen? Ja, best wel regelmatig eigenlijk. Af en toe hoorde iemand zeggen, kijk een boot. En dan vaart er een hele grote vrachtcontainerschip langs. Ja. En ook af en toe wel wat zeiljachtjes. Dus kleine zeilbootjes. Ja. Of olietankers hebben we ook veel gezien. Ja. Ja, echt, maar echt de grote schepen die wij van tv en vanuit de media kennen. Die enorme grote containers erop en zo. Ja, hele grote schepen. Ja. Ja, ja. En dan is de zeilboot waarschijnlijk in één keer heel klein waar jullie op zitten. Ja, inderdaad. Dan is de wilde zwan in één keer een heel klein bootje. Ja. De Masterskip vraagt, ja, ik denk dat wij ze kennen. Heb je ook een lievelijke nummer tijdens Happy Hour? Maar dan moeten we eerst even vragen, wat is Happy Hour, Lieke? Happy Hour is als we met z'n allen de hele boot gaan schoonmaken. Dus dan ga je of het hele interieur van de boot, of het dek, of de keuken, ga je allemaal schoonmaken. Ja. En mijn lievelingsnummer is denk ik, Ik voel me zo verdomd alleen, van Suske de Rat. Oké. Okay. Ja, die brullen we altijd heel hard mee met z'n allen, en vooral ik. Ja, oké. Okay. Dat is op zich wel, ik vind het wel leuk, happy hour met schoonmaken. Dat was volgens mij de vorige keer ook over, ja, dat is leuk. Hey, in de Antonius School groep 8, die vraagt, wat is het eerste dat je gaat zeggen tegen je klas als je terugkomt van de zeilreis? Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, hallo, hebben jullie me gemist? Of zo. Ik weet het niet. Ja, ik denk zoiets. Ja, ja, ja. Wat is er allemaal gebeurd in deze 7 weken? Ja, oké. Okay, ja, dat kan je natuurlijk allemaal vertellen natuurlijk. Dat kunnen ze allemaal aan jou weer gaan vertellen. Jij kan weer jouw verhalen met hun vertellen, met hun delen natuurlijk. Ja, precies. Hey, ik ga de laatste vraag nog even stellen van Dolfijn uit Haarlem. Mag iedereen op de boot als je hebt aangemeld? En dat is eigenlijk voor, kan het ook bijvoorbeeld als je een beperking hebt of als je een bepaalde ziekte hebt, kan je dan ook mee? Weet je dat? Ja, ik denk dat ligt aan wat voor ziekte of iets je hebt. Ja. Maar als je Masterskip, als je contact opneemt met de organisatie, dan is er volgens mij heel veel mogelijk, ja. Oké. Dat is wel, dus masterskip.nl, daar kunnen mensen dan eventueel naar kijken. Als ze meer informatie zouden willen hebben daarover, wat dat betreft. Nou, superleuk. Ja. Hey, ja. En volgens mij, jij bent dus nu nog 10 dagen aan het zeilen. Volgens mij gaan we jou ook nog terugzien, want volgens mij gaan we jou op 18 juli nog een keer horen. En zien, hoop ik ja, wel. Ja, zeker. Ja, dat... En dan met beeld, hopelijk. Ja, ja, dus op 18 juni, ik noem het maar even Lieke 3, dan is Lieke weer te gast in de Jonge Helden. Ik wil jou voor nu enorm bedanken, Lieke. En ik hoop je, hoop je snel dus op 18 juni te gaan zien. Live en kicking in beeld. En ik wens jou en al je bootgenootjes en je vrienden daar op de boot heel veel plezier nog de komende 10 dagen. En tot 18 juni zou ik willen zeggen tegen jou. Tot 18 juni. Heel goed. Dankjewel. Dan ga ik hem hier afsluiten. Dankjewel kinderen voor het kijken naar weer een aflevering van Jonge Helden. In dit geval met Lieke Knol die vanaf het Masterskip midden op de Atlantische Oceaan wat verslag over de telefoon heeft gedaan. En ik hoop dat ik jullie binnenkort weer mag zien. En wel tot donderdag. Want donderdag is er weer een nieuwe sporter in de klas. En met niemand minder dan Laura Smulders. Zij is BMX'er en daar mogen jullie weer van alles aan gaan vragen hoe zij zich gaat voorbereiden op de Olympische Spelen, maar vooral ook hoe ga je om met vallen en met weer opstaan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi!